hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, batterijen, waterstof en warmtepompen zijn noodzakelijke elementen in het energiesysteem van de toekomst. Bedrijven die daar rond willen innoveren kunnen een beroep doen op de interdisciplinaire onderzoeksgroep Evergy aan de Vrije Universiteit Brussel. Die wil duurzame systeeminnovaties ontwikkelen voor een maatschappij in volle transitie. De onderzoeksgroep Evergy focust haar onderzoek op het slim combineren van verschillende energiedragers. Hiervoor bouwen we complexe computermodellen die de technische haalbaarheid en de maatschappelijke betaalbaarheid kunnen verzekeren. Hiervoor hebben we data nodig die we opmeten in levensechte situaties in onze proeftuin labo's. Een concreet praktijkvoorbeeld van de meerwaarde zijn bijvoorbeeld de algoritmes die we ontwikkelen voor het op- en ontladen van elektrische voertuigen ter ondersteuning van het elektriciteitsnetwerk. We kunnen hierbij aantonen wanneer je deze algoritme massaal zou toepassen in elektrische voertuigen, de CO2-impact van het elektriciteitsnetwerk in België sterk zou verminderen in de toekomst. Evergy bouwt samen met het Green Energy Park in Zellik een proeftuin waarin duurzame innovaties worden getest en getoond in een levensechte omgeving. Eind 2021 werd de eerste versie van deze ambitieuze proeftuin, Smart Village Lab genoemd, officieel geopend. Verschillende bedrijven werken er samen met onderzoekers aan hun innovaties. Wij willen ruimte geven, ruimte aan bedrijven, onderzoeksinstellingen, innovatiepartners, overheden en eindgebruikers. Om hier te innoveren, hier te gaan onderzoeken, hun nieuwe technologieën te gaan ontwikkelen en op die manier een vruchtbaar ecosysteem aanbieden. Wij werken daarbij rond vier domeinen. Enerzijds energie en mobiliteit. We werken rond gezondheid en dan als laatste rond Key Enabling Technologies. De testinfrastructuur op gebied van technologie is voor ABB enorm belangrijk. In het kader van een algemeen project Mission to Zero, die eigenlijk de energie-neutraliteit nastreeft met onze technologie, gaat dat een heel belangrijke toepassing zijn, een heel belangrijke plaats waar wij zaken kunnen uittesten en meer belangrijk waar mensen kunnen kennismaken met onze technologie. Wat maakt het Green Energy Park ook nog zeer interessant? Dat is dat we die proeftuin veel groter kunnen uitrollen en dat we niet meer binnen een gebouwniveau gesloten zitten, maar dat we ontsluiten naar een heel bedrijventerrein en dat we daar dingen die we samen met Evergy gaan ontwikkelen ook gelijk in een testfase kunnen uitrollen over een heel industriepark. Evergy hanteert een interdisciplinaire benadering voor haar onderzoek en combineert de uitdagingen van de energiesector met de onderzoeksvraagstukken over de elektrificatie van mobiliteit. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe energiesystemen dat je kijkt naar alle mogelijke aspecten die ermee gepaard gaan. Daarom hebben wij een team samengesteld van 30 specialisten met een complete verschillende achtergrond. Op die manier kunnen wij aan de industrie oplossingen aanbieden die wel doordacht zijn en compleet zijn. Bovendien kunnen wij ook samenwerken met partners uit verschillende domeinen. En om dit te versterken hebben we nu een real-life simulator gebouwd van een energiesysteem waarbij de oplossingen van de verschillende partners al kunnen op een virtuele manier samenwerken alvorens het systeem zelf te gaan bouwen. The world needs you. Together we connect science and society.